Hoi, ik ben Lisbeth, coach voor Playing for Success en vandaag hebben we weer een nieuwe opdracht. We gaan het hebben over hoe je complimentjes kunt ontvangen, wat je eigen eigenschappen zijn en hoe je op de juiste manier een complimentje geeft. Complimentjes geven zijn altijd leuk, maar hoe doe je dat op de juiste manier? Hier zijn een aantal voorbeeldzinnen. Ik vind het leuk van mezelf dat ik vandaag creatief bezig was. Oh, wat kan jij goed voetballen zeg! Ik ben trots op mezelf omdat ik vandaag tegen iedereen lief was. Wauw, jij hebt een supermooie bril. Dat waren de voorbeeldzinnen over het geven van een complimentje. Nu gaan we het hebben over het ontvangen van een complimentje. Als jij een complimentje krijgt, is het natuurlijk altijd leuk. Dus laat weten dat je dat lief vindt. Zeg bijvoorbeeld, dankjewel, wat lief dat je dat zegt. Je kan natuurlijk ook gewoon dankjewel zeggen, dat is altijd leuk. Voor deze opdracht heb je een spiegel nodig. Ga op zoek naar een spiegel en zet het filmpje even op pauze. Met deze opdracht is het belangrijk dat je een ontspannen houding hebt. Het kan helpen om je lievelingsmuziek op te zetten. Ga voor de spiegel staan, ontspannen, met je voeten op de grond, je rug recht en je hoofd naar voren. Daarbij ga je nadenken wat je leuk vindt aan jezelf. Bijvoorbeeld, ik kan goed koken. Een eigenschap zoals, ik kan goed vrienden maken. Of, ik heb mooi haar. In het begin is dit misschien een beetje een gekke opdracht. Vooral als je dit nog nooit hebt gedaan. Maar als je wel eens nare gedachten hebt over jezelf, is dit juist belangrijk. Belangrijk om als die nare gedachten komen, te zeggen stop. En aan iets positiefs van jezelf te denken. Als je dit vaker oefent, wordt het makkelijker en krijg je ook meer zelfvertrouwen. Hier is nog een tip. Hang een kaartje op met jouw positieve eigenschap. Hang deze op de spiegel. Zodat je er elke dag naar kan kijken en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Bedankt voor het kijken. En deel natuurlijk jouw positieve eigenschappen op Instagram, op Facebook of op Twitter. We horen het graag. Doei!